Stel, je hebt een echt troetelauto, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar zo'n verzamelauto die je misschien wel helemaal perfect wil maken. En dan kan je hem natuurlijk laten detailen of laten restaureren. Maar ja, dan gaat er natuurlijk gespoten worden, misschien wel dingen ingelast en zo. Maar er zit ook iets tussen en daarom ben ik hier bij Stipt Polish Point bij Rick. Hi, Rick van Stippend. Hi. Hoe noem jij wat jij doet? Nou, ik noem het een totale transformatie. En waarom noem ik het zo? Is omdat wij een originele auto in het kader van de originaliteit nog origineler en nieuwer maken. En dat houdt dus eigenlijk in op het moment als je een auto hebt zoals deze. Hè, en die is, laten we zeggen, ruim 10 jaar oud. En je wil niet dat er aan gespoten wordt, hè, maar je wil hem toch nieuw hebben. Bijvoorbeeld met onderkant, draagarmen, ophanging. Dat zijn zaken die wij aanpakken. En waardoor dat je dus een totaal ander beeld krijgt van de auto. Dus niet alleen het zichtdeel, maar ook alles wat eronder schuilt. Ik wou net zeggen, want ik bedoel dat die mooi rood glimmend is en de velgen die glimmen mooi. Ja. Weet je, dat is na wasbeurt thuis op de dat rit ook is nog met wel. Met een detailbeurt creëer je dat resultaat ook. Ja. Maar op het moment als je een perfectionist bent, ja, en vroeger kon je zo'n auto niet betalen. En nu heb je wat geld over en je wil zo'n auto hebben. Maar je wil hem hebben zoals hij toen in de folder stond. Ja. Dat is hetgene wat je voor ogen hebt. En dat is hetgene wat ik met iedere auto maak, zeker creëren, zeg maar. En zo wat doe je dan? Pak eens een voorbeeld. Nou, want mensen denken nu, het zal allemaal wel. Maar... Het zal wel, maar wat doen wij? Ja. Hoe ver gaat het? Ja, hoe ver gaat het? Op het moment als een auto hier binnenkomt, dan demonteren wij hem zo goed als helemaal. Alles wat je ziet is uit elkaar geweest, zoals het inlaatspruitstuk, alle bekabeling, het uitlaatsysteem. Ik zie geen enkel schroefje waar roest op zit. Nee, hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat we dat stralen, spuiten. Ieder schroefje? Ieder schroefje. Waar je ook kijkt, zoom maar in hoor. Ik bedoel, kom maar wat dichterbij. Kijk hier maar op, bij iedere stekker, bij het hang- en sluitwerk, daarboven. Het is allemaal handwerk. Dus daarom... Ik pak je... Maar ja. Wat ben jij fanatiek, man? Ja. Ja. Je moet wel een klein beetje gek zijn, hoor. Ja, toch? Ja, positief. Ja. Ik vind het waanzinnig als je zo'n liefde voor het vak hebt. Dat je inderdaad, alles waar ik naar kijk... Nou, is het fabrieksnieuw of is het beter dan fabrieksnieuw? Het is beter. En waarom is het beter? Hè? Dus... In het kader van want men denkt van, weet je, dit kost geld. Hè? Ja. En is het dan zo, als ik met die auto ga rijden en hij wordt weer vies, daalt hij dan weer terug naar zijn oude niveau? Ja. En dat is dus niet waar. Het werk wat wij doen is preventief. En daar wil ik mee zeggen dat op het moment dat je een nieuwe auto koopt, is bijvoorbeeld de onderkant van een auto is onbewerkt. Ja. Dus je gaat rijden met zo'n auto, komt in aanraking met pekel, met regen, met straatvuil. Hetgene wat wij doen is, we maken hem terug naar nieuw. En we spuiten alles in een 2K blanke lak. En dat wil dus zeggen dat het tegen pekel kan, tegen regen kan. Kijk, op het moment dat je met zo'n auto 10 jaar lang 50.000 kilometer rijdt, krijg je ook weer aanslag. Maar op het moment dat je met zo'n auto 10 tot 15.000 kilometer rijdt per jaar, zul je voor de duur van 5 jaar zul je daar geen omkijken naar hebben. En als je hier dan tussen kijkt, dan kun je ook zien bij de remmerij en bij de schijven dat alles eronder uit geweest is. En dat heeft dus niets te maken met het zomaar poetsen van een auto. Ieder schroefje, ieder moertje, zelfs de popnagels die daarbovenin zitten. Alles is strak. En dat is hetgene waar ik voor sta. En wat mij ook zo vrolijk maakt, zeg maar. Dat is gewoon zo. Niet te vergeten, in deze auto, hou je vast hè, hou je vast, zitten 240 arbeidsuren. 6 weken ben jij hiermee bezig geweest. Ja, en dan uiteraard werken we wel met meerdere mensen. Ja. Anders dan is dat natuurlijk niet te doen, maar wel altijd onder mijn supervisie. Ja. Wat voor soort auto's is het nog interessant om dit te doen? Want hierbij begrijp ik het ook wel, maar is het... Als je mijn mening vraagt, het is bijvoorbeeld als je kijkt naar de youngtimermarkt, hè, dan zijn er heel veel soorten BMW's, zoals de types E30, E36, E46, E39, zelfs de E60-reeks. Als je die helemaal aanpakt, en dat hoeft dan niet op het niveau van dit te zijn, dan mag ook wel ietsjes minder zijn.
Maar wij werken eigenlijk altijd met een 80% norm. Hè? Dus eigenlijk iedere klant die hier binnenkomt, als die iets vraagt wat onder die 80% norm zit, dan weiger ik dat ook altijd. Maar ja, dit is natuurlijk perfectie tot in den duizenden. Ja. Maar zo'n E39 of zo'n M3, als je dat helemaal aanpakt, en bijvoorbeeld als je zo'n onderkant helemaal netjes schoonmaakt, dan krijgt zo'n auto een heel ander beeld. En dat is ook echt voor de waarde van de auto, is dat gewoon echt goed. Ja. Dus ook voor de liefhebber, als zowel voor een handelaar, is dat gewoon zeer effectief. Ja. Als we hier bijvoorbeeld heel even kijken. Dit is een auto, er zit natuurlijk ontzettend veel plaatwerk onder. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat ieder schroefje, iedere popnagel, alles is nieuw. Die zat allemaal roest omheen, allemaal netjes weggehaald. Zelfs hier achterin bij de uitlaat, de schroefjes die boven de uitlaat zitten. Alles is gedaan. En dat wil ik dus zeggen, dat op het moment, als je zo'n auto doet, is het zaak om overal over na te denken. Wat je vaak hebt, als je iets aan je auto laat doen, ik had dat in het verleden, had ik dat vaak. Dan ging ik deel A ging ik dan laten repareren en deel C was dan weer net iets minder, weet je wel. Dus ja, het ging altijd ten koste van iets. Op het moment als je je auto wegbrengt, een monteur stapt in, eerst over de deurlijst, dan tegen de deur aan, weet je wel. En dan kom ik daar voor een onderhoudsbeurt, maar mijn deur is wel weer beschadigd. En dat is dus hetgene, daar zijn we hier heel erg punctueel in. Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat we zuinig zijn op andermans spullen. En dat hetgene wat mooi binnenkomt, nog mooier weggaat. Nog? Het is waanzinnig. Waanzinnig. Ja. Altijd. Ja, nee, ook dat pakken we dus aan. Hè. Sterker nog, als je hier achter naar binnen kijkt, de rubbers, de ophanging, schroefjes, alle krassen eruit. Ja, zelfs ook voor steenslagreparaties. Hè. Hij haalt een paar hele lichte steenslagpuntjes. Zelfs dat kunnen we repareren, ja, zonder te gaan herspuiten. Want het is natuurlijk niet goed voor de waarde van zo'n auto als je dat gaat herspuiten. Nee. Want dan kom je altijd boven de 120 micron lakdikte. En dat is niet goed voor de waarde van de auto. Okay. Dus dat is ook de reden dat we dat zo min mogelijk doen. Ja. 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 Maar ja, dit is nogmaals, dit is een dure auto, maar als we dan eventjes daarna kijken. Ja, heel goedkoop zo'n R8. Nee, zo, maar ja, ja, oké. Okay. Nee, is wel bereikbaarder. Dit is bereikbaarder. Dit, ja, kost geen tonnen. Nee. Hè? Maar deze auto hebben we dus ook helemaal gedaan. En op het moment als je hier dus kijkt, hè, naar echt alle details, zowel de uitlaatjes als de remmerij. Maar als je ook hier achterin kijkt, daar is ook alles uit geweest. Dus je kunt het goed zien. Als we dan naar voren gaan, hier hebben we iets meer licht. Achter in de wielkuipen, de veren, de velgen die hadden stoeprandschades. Dat is allemaal netjes gerepareerd. Zowel het lakwerk, hè, is helemaal geschuurd en geslepen. Koplampen, daar zaten steenslagpitjes in, die zijn er allemaal uit. Wat je ook vaak hebt, is een irritatiepunt nummer 2 dan, misschien niet nummer 1, maar wel nummer 2, is dat het leer van een auto vaak smoetsig is. Hè? Ja. En dan kun je het wel schoonmaken, weet je wel, dan is het wel net iets beter, maar je wil graag dat zo'n stoel netjes mat is, dat hij een beetje stug is. En ook daar hebben we een oplossing voor, dat hebben we bij deze auto ook gedaan, dat was ook helemaal beschadigd. Ja. Maar je ziet dus dat het leer mat is, helder is, strak is. En ja, dat is hetgene hoe dat wij het maken. En als je ook kijkt naar het middenconsole, natuurlijk van tasjes, ringen, horloges, altijd beschadigd. Ook dat hebben we weer netjes gerepareerd. Met behoud van de originele logo's in het middenconsole. Want dat zie je dan ook vaak. Hè. Dat is dus hetgene wat ik dus net zei aan het begin, van je laat deel A repareren en deel C wordt net iets minder van kwaliteit. Dus op het, ja, moment als je dit zou laten bijwerken, dan is of weer één logootje weg, weet je wel, zo val je van het ene in het andere. En dat, ja, is hetgene wat wij niet willen. En daar letten we dus constant op bij, ja, ieder onderdeel van de auto. Rick, dit is eigenlijk wel heel wat anders. Dit is heel wat anders. Dit is geen GT, maar dit is wel iets wat heel mooi is. En waar je heel goed aan kunt zien van oké, wat is wel of geen
echte kwaliteit. Ja. Dit is een auto van 1998, een E36 M3. Ja. Ja, en als je dan kijkt, om even aan te geven, dit is 3 jaar geleden dat we deze auto helemaal behandeld hebben. Dus in 2014 14. Heb je een... Ja. En je ja. rijdt er nu gewoon mee? Pak een beet 5000 kilometer is er mee gereden. Ja. Kijk, ik zal hem nog even uitlichten. Dus je kunt ook echt zien dat de stiknaden en het leer, dus hoofdzakelijk ook, hè, er komt altijd van die krakkelee in. Ja, dat is weer helemaal strak. En dat is de wijze waarop dat we het maken. Je kunt zelfs het op de instaplijsten, zitten altijd van die corrosiepuntjes op. Het stuurwiel is altijd glanzend, is altijd vet. Als je een auto hebt die extreem uitgeleefd is, dan is het ook nog vaak zo dat het leer er zelfs afkomt. Dat was natuurlijk bij deze auto niet zo, maar het was wel niet uitgeleefd, maar wel geleefd. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. En ja, ook met zo'n deurpaneel, om even aan te geven met het lakwerk, hè, dan spring ik weer van binnen zo ineens naar buiten, maar nu we hier toch staan. Dit is behandeld nogmaals in 2014. Je kunt ook zien, de banden zijn niet vet, het kunststof is niet vet. Dus het is echt het creëren van een nieuwe basis en niet het poetsen of het vet maken van een auto. Ja. Deze auto staat hier dus bereden en ongepoetst, alleen gewassen. Ja. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Als je hier ook goed naar kijkt, naar de tankjes, ook die kleppendeksel, hè, dat is een bekend fenomeen, dat brokkelt altijd af. Dit wordt al, zit altijd helemaal vol met roest. Ja. Goed naar alle slangklemmetjes, het isolatiemateriaal, de dynamo, het hang- en sluitwerk. Ja, dit zijn de dingen die dan een beetje rot zijn en viezig. En dat zijn dus zaken op het moment als je zo'n auto hebt. En die heeft dus wel al die punten, dat kunnen we dus allemaal tot dit niveau repareren en herstellen. Ja, en wat ook een groot probleem is van deze auto's, dat zijn de achterraampjes. Die zijn vaak dof, worden heel erg hard en gaan ook vaak scheuren. Op het moment dat ze nog niet gescheurd zijn, kunnen we dat ook repareren. Ik kan het ook uitlichten. Dus je ziet gewoon dat het helemaal op en top strak is. Ja. En zo probeer ik dus, of dat het nou een GT is nogmaals, hè, wat overigens een fantastische auto is. Maar dit is gewoon een M3, is een ander soort prijsklasse. Ja. Maar een auto die zeker net zo moeilijk is. Misschien nog wel moeilijker. Ja, je hoort het eigenlijk al aan Rick. We kunnen echt nog uren doorpraten over wat hij allemaal aan die auto's doet en dingen laat zien. Het is ook echt fascinerend om erbij te staan, zeker als je uitleg krijgt. Wij gaan nog even onder de E36 M3 gluren. Maar rond toch gewoon even de video af. Want anders dan zitten jullie over 2 uur nog achter de buis om te kijken naar ieder schroefje wat is aangepakt. Want wel, ik vind het echt waanzinnig. Echt topvakker. Echt heel gaaf om te zien.